Hi, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe aflevering van Met de Zachte G. Mijn naam is Charlotte en vandaag laat ik weer een hoop leuke dingen zien. Zo waren we bij de intocht bij Sinterklaas en hebben we aan de Tilburger gevraagd wat hun gouden tip is om de winter door te komen. Ook liet Isjan deze week een wens in vervulling gaan. Laurien die droomt van iets waar we stiekem allemaal al eens van hebben gedroomd. Vandaag hebben we een droom met iets waar iedereen eigenlijk wel behoefte aan heeft. Namelijk liefde. Dus vandaag mag ik eventjes voor Cupido spelen. Hoi, ik ben Laurien. Ik ben 18 en ik woon in Tilburg. En ik heb vandaag Cupido ingeschakeld, want ik heb nog nooit een blind date gehad. En dat is mijn droom. Nou, Laurien, leuk dat je er bent. Jij wilt natuurlijk op een blind date, zeg je. En daarvoor heb je Cupido hemzelf ingeschakeld. Vertel eens even, waarom precies een blind date? Nou, die heb ik eigenlijk nog nooit gehad. En ik dacht, ja, als ik er zelf zou regelen, nou, dan weet je eigenlijk niet meer wie het is. Dus nou ja, ik ben heel benieuwd wie jullie hebben geregeld. Ja, nou ja, dat snap ik inderdaad. Nou is het natuurlijk zo, hè, een blind date is eigenlijk gewoon één op één. Je kent elkaar niet en dat wordt, vonden wij, misschien een tikkeltje te saai. Dus wij hebben het op een iets andere manier aangepakt. Oh. Ja, maar dat zul je zo meteen allemaal gaan zien. Dus neem vooral deze sprong met ons in diepe en laat je verrassen. Nou ja, ik vertrouw jullie, dus ik ben heel erg benieuwd. Top, gaat helemaal goed komen. Laurie, ben je er klaar voor? Ja. Het is een iets wat rare setting, kan ik me voorstellen. Maar ik ga jou de microfoon geven. En het is nu aan jou om de vragen te stellen. Daar komt-ie. Ja. Nou, ik ben benieuwd naar jullie favoriete openingszin. Oei, wil jij eerst? Mijn beste openingszin is denk ik gewoon... Hey, hoe is het? Je ziet er wel goed uit. Die van mij is eigenlijk iets van, wil je wat drinken? Dan kunnen we wel samen wat halen. De tweede biedt gelijk wat drinken aan, dat vind ik al een goede zet. Wat vind je het leukste aan jezelf? Het allerleukste aan jezelf, jongens. Dat mag zowel innerlijk als uiterlijk zijn in dit geval. Niet te duidelijk omschrijven natuurlijk, want dan wordt het te makkelijk. Ik krijg vaak complimenten over mijn lach, omdat dat aanstekelijk werkt. En ik denk, ja, ik ben best wel een vrolijk persoon. Dus mijn lach. Bij mij is het echt het sociale. Ik ben erg sociaal. Dus, waar kan ik je 's nachts voor wakker maken? Waar kan zij jullie 's nachts voor wakker maken? En eerlijk zijn, hè, jongens? Sowieso voor lekker eten. Verder iets met voetbal. Niet per se iets makkelijks, maar wel iets unieks. Ja, voor een supergaaf festival. En mijn genre is dan vooral house. En eigenlijk wat snellere muziek, dus hardstyle, hardcore. Ja. Dus een festival, dat is super vet, denk ik. Nou, kijk, top. Daar kun je mij ook voor wakker maken, trouwens, Laurien, voor het geval je dat een keer wil doen. De vragen zijn gesteld, de antwoorden zijn gegeven. Ben je tot een besluit gekomen? Nou, het is wel moeilijk. Ik denk het wel. Het is wel moeilijk, je denkt het wel. Ja. Kun je ons niet langer in spanning houden? Nou, dan ga ik voor Sjoerd, denk ik. Het is Sjoerd geworden, dames en heren. Nou, dan gaan we eens even kijken hoe deze twee uiteindelijk elkaar natuurlijk vinden. Blijf nog even zitten. We komen zo samen met Sjoerd bij je terug. Ja? Laurien, zoals je ziet zit je nu tegenover misschien wel je droomman. In eerste instantie is in ieder geval de blind date gelukt in jouw ogen. Ja, dat is precies wat ik me voorstelde bij een blind date. Is dit precies wat je je voorstelde bij blind date? Oké, dan is dat in ieder geval gelukt, neem ik aan. Wat er hierna gaat volgen natuurlijk, dat is geheel aan jullie allebei. Ik ben heel benieuwd, maar dat moment ga ik geheel aan jullie laten. Dus dit is het grote moment. Ben je er klaar voor? Mm-hmm. Mm-hmm. Ja. Daar komt hij dan. Tada! Hey baby, I think I wanna marry you.
Nou goed, dat was dan weer de droom voor deze week. Ik ben zelf heel blij dat ik hier aan mee heb mogen helpen. Want ja, liefde is natuurlijk wel het mooiste wat er is. Heb jij nou ook nog een leuke droom of wens? Zoals je ziet, we kunnen bijna alles werkelijk maken. Stuur hem vooral in naar info@unzachteg.nl. En hopelijk kunnen we jouw wens werkelijkheid maken. Tot ziens. Nou, ik ben benieuwd of ze nog eens gaan daten. De blind date was in ieder geval wel erg goed gelukt. 2016 is het jaar van de boek en nou, dit jaar is bijna tot zijn einde. En wij hebben hier iemand op de bank die ook boeken erg belangrijk vindt. Roel van Gestel van uitgeverij Zwijsen. Nou, jij werkt dus bij de uitgeverij Zwijsen, maar wat doe je daar precies? Ik ben business unit manager bij Zwijsen en verantwoordelijk voor de kinderboeken en alle consumentenproducten bij Zwijsen. Oké, nou, het is nou ook zo, jij houdt je nou bezig met de 15 minuten lezen op een dag bij basisscholen in Nederland. Ja. Wat is daar precies het idee van? Nou, we zijn dat 2 jaar geleden zijn we dat begonnen. Omdat we denken dat 15 minuten lezen per dag heel veel invloed heeft op de leesbeleving bij kinderen. Op een school is dat eigenlijk een kwartier per dag is eigenlijk makkelijk in te plannen. En we weten dat een kwartier lezen per dag heel veel effect heeft bij kinderen. En daarom vonden we dat belangrijk om scholen eigenlijk te inspireren om dat te gaan doen. En ze te helpen bij eventuele problemen die ze tegenkomen op het moment dat ze 15 minuten per dag willen gaan lezen. Oké, want de scholen vinden dat dus een goed idee. Zijn er ook veel scholen die er dan ook echt aan meedoen? Nou, het eerste jaar zijn er 100 scholen in een pilot mee gaan doen. Die scholen kregen een heel groot pakket kinderboeken. En kregen eigenlijk van een hele groep partners, en dat zijn alle kinderboekuitgeverijen in Nederland, maar ook partijen als het CPMB, die de promotie van het boek doet, Stichting Lezen. Met die partijen hebben we eigenlijk tegen de scholen gezegd van, nou, als jullie een kwartier per dag gaan lezen en jullie lopen tegen problemen aan, dan helpen jullie daarbij. En die groep van scholen die wordt eigenlijk ieder jaar groter. Oké, en wat vinden die kinderen daarna van, dat ze ineens een kwartiertje moeten gaan lezen? Niet alle kinderen vinden lezen heel leuk. Maar wij ervaren wel, en dat horen we ook terug van die scholen, dat als ze eenmaal een kwartier zijn gaan lezen en ze houden dat stug vol, gaan kinderen ontdekken dat lezen eigenlijk wel heel leuk is. Dan moet natuurlijk de leerkracht wel wat doen. Ja. Moet je zorgen dat er hele leuke boeken zijn, of je moet ze de kans geven om ook tijdschriften te lezen in plaats van boeken, of stripverhalen in plaats van hele dikke boeken. Ja. En als een leerkracht dat goed aanpakt, dan zijn uiteindelijk de kinderen er ook heel erg enthousiast over. Oké, nou dat is natuurlijk wel fijn dat die kinderen daar dan ook iets meer met het lezen mee krijgen. Ja. Ook is het zo dat jij je bezighoudt met producten die de link leggen tussen thuis leren en het op school leren. Ja. Maar daar gaan we het dadelijk even over hebben. Want eerst hebben we iets anders. Vorige week was Sinterklaas weer in het land en wij mochten op bezoek bij de intocht in Tilburg. Ik ben vandaag bij de Piershaven en wel om een hele bijzondere reden. Want Sinterklaas komt vandaag aan. En dit is al best wel druk. En ik denk dat ik ook even een plekje ga zoeken, want ik wil dit natuurlijk niet missen. Ik sta hier nog steeds te wachten tot Sinterklaas komt. En volgens mij komt hij bijna. En ik kan echt niet wachten. Ik zie hem! Nou, Sinterklaas is er inmiddels en we gaan nu richting de koepelhal. Sinterklaas, kom maar binnen met je knecht en we zitten allemaal even recht. Kun je vanavond je schoen zetten? Ja. Ja, en wat heb jij op je verlanglijstje staan? Een zak voor mijn baby.
En een zak voor je baby? Om ergens mee te nemen. Oh, een draagzak voor je baby. En wat voor baby heb je dan? Ik heb 2 baby's. Isabella en baby Borum. Oh, nou wat leuk. Krijg je van Sinterklaas. Krijg je die al van Sinterklaas? En krijg je die met pakjesavond of krijg je die in jouw schoen, denk je? Of weet je niet? Pakjesavond. Pakjesavond. En vind je het een beetje spannend dat Sinterklaas zo langs gaat lopen? Ja. Wil je nog iets zeggen tegen Sinterklaas? Wat dan? Dat ik hem zo lief vind. Hebben jullie een beetje een goede reis gehad? Ja, vanuit Spanje met de boot een hele lange reis gehad. Zeer goed. Wel wat trubbels op zee. Een beetje schommelen met de boot en ik ben een beetje zeeziek geweest. Maar over het algemeen hebben we een hele goede reis gehad. Ik denk dat mijn Zwarte Piet daar wel mee eens is. Ja, ben je het er mee eens? Hebben jullie ook alle pakketjes mee kunnen nemen voor de kinderen? Ja. Of ben je te druk met eten? Honger heb ik. Honger. Ja? Welke Piet ben jij dan? Eetpiet? Koekjespiet. Koekjespiet. Oké, en welke Piet ben jij? Ik ben Kleine Piet. Kleine Piet. Oké, en als je nou een Piet wilt worden, hè? Kan dat gewoon zomaar of moet je dan een opleiding volgen? Je moet sowieso een opleiding volgen. Ja? Zomaar op de daken komen. Nee, dus dan leer je echt op de daken lopen en pakjes gooien. Koekjes bakken. Koekjes bakken, ook heel belangrijk. Nou, het was een superleuke dag. De Sint is gelukkig veilig aangekomen in ons mooie Tilburg. Ik kan niet wachten tot pakjesavond. En tot de volgende keer. Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in mijn laarsje. Dank je Sinterklaasje. Nou, als ik dit zo zie, dan krijg ik ook erg veel zin in pakjesavond. En ik hoop maar dat de Sint mijn schoen niet overslaat dit jaar. Roel, even terug naar de producten die dan die link leggen tussen het op school leren en het thuis leren. Aan wat voor iets moeten we dan precies denken? Ja, dat kan van alles zijn. Het kunnen kinderboeken zijn, maar kan ook kunnen spelletjes zijn, als kwartetspelletjes of domino's. Of we hebben bepaalde materialen die echt dat volgen wat kinderen op school leren. Bijvoorbeeld bij leren lezen, spelletjes om met letters te oefenen of met klanken te oefenen. Oké, want zijn jullie vooral gericht op het spelend leren of toch gewoon uit de boeken? Nou, het is voor thuis is het wel meer spelend leren. Je wil natuurlijk thuis dat ze, of wij willen dat ze thuis het goede doen. Dat het aansluit bij school, maar we willen dat wel op een hele leuke manier. Dus echt, je ziet aan de materialen ook dat er echt heel veel fun voor de kinderen ook in zit. Nou, dat maakt het denk ik wel ook makkelijk voor de ouders. Dat ze hun kinderen iets minder moeilijk hoeven te ondersteunen. Ja, het motiveert meer. Kinderen willen zelf dat ook oefenen. Maar we helpen ook de ouders om met de materialen goed om te gaan. Er zit in onze materialen een instructie voor ouders in. Of ze kunnen op onze website extra informatie vinden over wat je met onze materialen kunt doen. Ja, wel heel fijn dat die ouders daar ook in begeleid worden. Ondersteunen jullie nou ook kinderen die extra moeite hebben met leren en met lezen? Ja, vooral op lezen zijn wij gespecialiseerd. En als je bijvoorbeeld een kind hebt wat dyslectisch is, maken wij speciale uitgaven voor dyslectische lezers, waarbij we kinderen echt helpen om hun leesniveau te verbeteren of om makkelijker door een boek heen te komen. Oké, dat is natuurlijk wel heel fijn ook voor hun. Ja. Wat willen jullie nou in de toekomst nog bereiken op het gebied van het leren lezen? Ja, we willen eigenlijk de grens tussen op school leren en thuis leren willen we steeds kleiner maken. Dus het liefste, en bijvoorbeeld met digitaal materiaal kun je dat vrij makkelijk doen, willen we dat kinderen op school iets doen wat ze mee naar huis nemen en dan eigenlijk daar thuis mee verder leren. Wat ik zeg, met digitaal kun je dat makkelijker oplossen dan met bijvoorbeeld boeken die dan echt fysiek mee naar huis moeten. Als kinderen op een game bijvoorbeeld zowel op school als thuis in kunnen loggen, dan kunnen ze eigenlijk doorgaan met leren op welke plek ze ook zijn. Oké, dus jullie willen toch echt meer naar de digitalisering? Ja. Ja. Oké, heel interessant. Ik hoop dat het ook echt helemaal gaat werken. Het zit er voor deze week helaas alweer bijna op, maar gelukkig eindigen we nog met gebabbel. Tot volgende week. Houdoe! Een gouden tip, ik weet niet of het een gouden tip is, maar ik probeer me te realiseren dat de winter een tijd is om naar binnen te trekken, tot rust te komen.
Dus ik maak mijn huis heel gezellig. Ik doe de haard aan, kaarsjes aan, lekker zo'n wollen dekentje op de bank. En geniet van alles om me heen. Om die door te komen zou ik een lekkere warme winterkoffie drinken. Mijn gouden tip is om bij jezelf te blijven. Lekker gelukkig te zijn met de mensen om je heen waar je veel van houdt. Dan kom je vanzelf de winter door. Naar het buitenland. Lekker dicht tegen elkaar gaan liggen. Dan denk ik toch aan een goed boek. Een lekker glas rode wijn. En onder het genot van de open haard. Gaan overwinteren in Benidorm om het slechte weer hier te ontlopen. Een beetje feestelijke verlichting. En trek de mensen met gezelligheid, met een beetje muziek. Zo trek je de mensen denk ik in Tilburg. Lekker bij de kachel, met een goed glas wijn. Nou, ik heb sinds gisteren heb ik een onesie gekocht. En er is echt een wereld voor me open gegaan. Alsjeblieft, koop een onesie, want het is echt de shit. Op dit moment is onze gouden tip een trui laten breien door je echtgenoten. En die dan in de winter binnenshuis ook aan te trekken. En daarmee sluit ik aan bij de warme truiendag.